zeker op 4 oktober. Het is Dierendag. Honden krijgen een extra dikke knuffel, katten een extra schaaltje melk. En wat doen de Nijmeegse dierenwinkels om speciale aandacht aan Dierendag te besteden? We hebben extra pakketjes voor de huisdieren samengesteld. Gewoon complete pakketjes voor allerlei dieren, vogels, konijntjes, honden, katten. Afgelopen zaterdag hebben we goodiebags uitgedeeld. Dat was een groot succes. Een hoop mensen mee kunnen verwennen, die dan de diertje kunnen verwennen. Dus... Verkoopt de winkel nou ook meer op Dierendag? Ja, er zijn wel veel mensen die er toch even stilstaan. Vooral in de middag zien we dat goed. Dat veel kinderen komen om toch iets extra's te halen voor een huisdier. Dus dat is altijd wel leuk om te zien. Ja. Stichting Wakker Dier riep deze editie uit tot de Eet Geen Dierendag. Gaat er bij een medewerker van een dierenwinkel überhaupt wel vlees in de pan? Ik ben geen vegetariër, maar we staan er zeker even bij stil. Dus we zullen vandaag het vlees even laten staan en op de vegetarische tour gaan. Ja. Okay. Krijgen de huisdieren ook iets extra's? We hebben zelf een lotharinger. Dat is een heel groot konijn thuis. En die krijgt zeker wat extra's, wat lekkers en een extra knuffel natuurlijk. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.